is dat? Jij bent de nieuwe bewoonster. Nieuw huis aan jullie. Jij bent de nieuwe bewoonster. Nee, ik ben Anouk. September 1999. Het begin van Big Brother. 9 mensen die elkaar niet kennen gaan geheel vrijwillig tot het eind van het jaar wonen in het Big Brother huis in Almere. Geen contact met de buitenwereld. Geen privacy. Overal camera's, back to basic en een beloning van 250.000 gulden voor 1 van de 9. Iedereen meenemen. Dan neem ik de rechterkant, Bianca. Ga je mee? Alle bewoners van het Big Brother huis. Echt mee hoor. Kunnen die zich nu verzamelen? Hi, daar ben je niet gezien. Ik moet je helaas nu meenemen. Ja. Het is, ik moet je helaas vastrekken. Okay. Het is tijd om te gaan. Oh ja? Ben je bereid? Nog een laatste kus. Ben jij niks rolfoto's? Zoals je altijd van mij weet, gebruik ik altijd voor buiten een stand-in. Ja. Heb je er zin in? Ja, ik ben er ook aan toe. Wat zeg je? Hoor. Ja, dat is even paard. Precies, ja. Ja, ik heb 2 uur in de auto gezeten hier van de voer. Het moet ook goed gebeuren. Nou, okay. Zo dadelijk zijn wij allemaal weg en zit je daar gewoon gezellig met z'n 9e. We gaan deze kant op. Daphne, als jij de achterste rij staat, hebben we iedereen? Ja, jij we hebben nog niet iedereen. Kom mee, wie missen we nog? Wie missen we nog? Nou, wacht even, loop nog niet te ver. Martin, loop er voor je uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Martin, die heb ik niet gezien. Stond hij aan mijn kant? En Tara? Dag. Hallo. We waren je even kwijt. Kom maar. Kom maar. Wij hebben de eer om iedereen op pad te sturen en het programma eigenlijk echt te openen. Ben je er klaar voor? We geven geen hand, duurt veel te lang. We wensen je veel succes. Daar ga je. De deur staat open. Ja, je kan gewoon doorlopen. Dag meid. Dag jongen, succes hè. Tot ziens. Dag Bianca. Ik ga heel eventjes Willem. Opstaan. Dan kan succes. Ik er bij. Succes. Karin, succes. Succes jongen. Zet hem op. Daar gaan ze. Even kijken. Succes. En de laatste twee. Ja. Hou vol hè, zet hem op. Te laat. Doei. Big Brother is begonnen. Voordat deze groep van 9 bewoners werd samengesteld, ging er een strenge selectieprocedure aan vooraf, waar ook onze helden niet aan ontkwamen. Stel je maar even voor als je wil, gewoon naam, waar je woont en... Ja, is goed. Ik vind het ook lekker om gewoon lekker een dagje in mijn bed te leggen, lekker lui te doen. Vind ik ook heerlijk. Echt veel hobby's heb ik niet. Ik vind het een enorme uitdaging. Echt, ik zie het als iets, ja, iets heel geks en ik hou van gekke dingen, dus dat vind ik wel leuk. Ik ben op het moment niet echt gebonden aan een baan, aan een vriend of wat dan ook. Ik was getrouwd, sinds kort ben ik nu vrijgezel. Net een maand? Wat zeg ik? Net een maand gescheiden? Ja, net een maand gescheiden. En mijn ex-man, mijn vrouw, die woont nog bij me in. Dat is ook een overweging dat ik hier zit. Zij woont tot en met januari nog wel bij me. Ze wacht tot haar huisje klaar is. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik wil zelf het extreemste uit mezelf halen. Ik hou heel erg van impulsiviteit. Dus niet nadenken, maar gewoon maar doen op dat moment. En, ja, weliswaar is eigenlijk wel impulsief, maar ik bedoel wel met je volle verstand. Mm-hmm. En over het algemeen, ja, wanneer... Ja, je moet durven om op je bek te gaan, om maar zo te zeggen. Daar leer je weer van. Ik ben 44 jaar en ben van beroep soigneur. En soigneur is, dat is voor mensen fascinerend denk ik. Een soigneur is, het komt uit het Frans, soigner betekent zich verzorgen.
Je bent dus een verzorger. Ik regel dus de hotels, het eten. Ik rijd met de bus naar de start, finish, naar Sierzaals. Ik moet alles een beetje anders regelen. Dat is eigenlijk een verzorger. Gaan we dan, hè? Ik ga links. Ik ben dus Bart. Hoi. Hallo, sorry. Ja, Maurice. Ja, Maurice. Ja, ik ben Bart. Ja, ik ben Bart. Ik ben Bart. Ja, wij zijn met z'n vijven, dus... Ja, je moet een beetje... Dan pak je koffer maar. Ik wil er ook bij gelegen, hoor, maar... Die maak wel beter in de kop. Ik heb ook kunnen laten groeien door de kast. Oh, kijk, deze slaat er toch nog. Nog één losse opmerking, ja. Dan ben ik de deur uit. Dan zeg ik ook niks meer, meteen de deur uit. Ik vind Sabine een erg leuk meisje. Never thought what love could do inside. You're the place where I can hide. It feels like heaven to be with you when you treat me like you do. Every minute of the day, just with you I wanna stay. De eerste die genomineerd is, is Bart. Oh, shit. Moet toch schrijven? Dat had ik niet verwacht. Oh, nou niet mijn vriendje weghalen hoor. En de tweede is Sabine. Dat wordt gezellig. En de tweede die genomineerd is, is Sabine. Nee, dat kan niet. Je gelooft helemaal niks van. Wees je nou wel. Dat kan niet. Ah nee, ik heb je aan nog vast. Maar degene die hier blijft, die krijgt het ook zeker wel moeilijk. Ja, leg al. Ja. Maar ja, je moet dan gewoon zo denken van, gewoon echt, maar ik krijg ze niet klein. En ik zit hier puur voor mezelf en voor niemand anders. Ik zit hier voor mijn lol. Dat is niet lollig, maar ja, dat is precies. Ik moet even bij jou liggen. Even. Ja. Heel even, totdat je slaapt. Ja. Inspectie? Ja. Inspectie. Inspectie? De muizeninspectie. Kamerinspectie, geef. Wat wij gaan doen is twee matrassen hier weghalen. Wij slapen op de mannenkamer. Kun je lekker hier blijven vandaag? Is dat ook? Oh, jezus, wat lief. Lief, hè? Nou. Lief. Soms. Dus dan maak je een voor elkaar. Dat is wel een topactie hoor.
aantrekken. Moet ik maar wat bij mij in bed? Doe maar. Lekker warm. Zijn jullie er klaar voor? Kom maar. Ja. Hier komt de naam. Het is geworden Sabine. Oh. Kut, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Zo stom, hè. Het beste doe je later, man. Open die deur en hou eruit! Hey! Twee weken na de tragische scheiding van het Big Brother Love Duo Bart en Sabine, wordt Bart verrast. Hi Bart. Hi. Weet je wie ik ben? Klinkt bekend. Ja. Ik doe het even heel goed. Ja. Hi. Hoi schatje. Ik zit er een beetje vreemd bij vandaag, maar... Je ziet er heel leuk uit. Je ziet er heel leuk uit. Gaaf. Ik mag eindelijk een keer met je praten. Oh, wat heftig. En ik weet niet of jij mij mist, maar... Ontzettend. Ja. Hey, ik vind het ontzettend gaaf dat je even met me mag praten. Ja, ik ook. Ik heb mezelf omgevraagd en ja, ze wilde mijn wens al eventjes uit laten komen. Denk veel aan, ja. Maar, en ik ben hartstikke trots op jou en dat kan ik straks ook nog zeker, dat weet ik zeker. Ik heb me in ieder geval elke dag nog om, dus... Oké. Als die een keer ergens aan de koelkast hangt, weet je hoe laat het is. Dan heb ik niet meer naar je zin, oké? Ik moet dit weer afkappen, helaas, zie ik nu. Maar je weet het en ik zie je straks weer. Oké. Sabine. Dat is lief het. Doei. Alrighty. Sabine is niet de enige die het Big Brother huis heeft moeten verlaten. Ook anderen kan dit lot overkomen. Martin. Ah, oh, Martin. Nee. Kut. Helaas. Nou, dan gaan we nog vaak middelen. Hallo. Hi. Martin, het spijt me, maar jouw half uurtje is helaas voorbij. Zou jij de koffer willen pakken en naar de voordeur willen komen? Loop even mee, jongens. We lopen met hem mee. We gaan mee. Nou, guys. Oh, we gaan met je mee. Moeten we je koffertje dragen? Ja. Hey, bedankt. Uit daar, jongen. Ruud. Rust eraan, hè. Zet hem op, jongen. Voorzichtig. Laat je niet gek maken, wel. Hey! 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 Nou, ik wil even het woord en jullie mogen me niet in de reden vallen. Ik ben in de dagboekkamer geweest en het hoge woord is eruit. Ik ga weg. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. Meen je niet? Daarom. Ik voel me heel gelukkig. Echt. Ja, op dit moment is het echt. Ben ik gewoon heel erg opgelucht dat ik het gezegd heb. En ja, toen vanaf het moment dat Martin wegging.
vond ik het aan de ene kant heel erg dat ik het niet was. Dat ik echt zoiets van shit, had ik maar in zijn plaats gegaan. Maar de andere kant ook weer heel blij dat jij niet door het publiek weggestemd bent. Dus op dat moment was ik heel erg gemotiveerd om het weer vol te gaan houden. Maar ja, die motivatie heeft toch niet langer dan een halve dag geduurd. Toen had ik alweer zoiets van nee. Ja. Dit is het niet. Als je echt gewoon weg wil. Jongens, toeloe! Ja! Ja! Al is het vast. Hij mag het niet helpen. Oké, okay, nou dat gaat wel hoor. Ja? Ja, tuurlijk wel. Succes! Toeloe! Mona! 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 Hallo! Hey, bloemen! De bloemen! Hallo! Hallo! Ik heb het niet meer. Dat heb ik gehoord. Ja, dat heb ik gehoord. Dat is een hele goede binnenkant. Oh, jeetje. Kom maar, hier. Maar ik zal eens even voor je bij. Die heb ik. In mijn koffer zit ook nog een partij met je bier, hoor. Super, man. Daar ben ik heel blij mee. Die hebben we niet nodig. Hoi. Echt super. Hallo. Heb ik jou al gezoend? Ja, nee. Ja? Maar hij wil nog wel een keer. Eindelijk, Ruud. Eindelijk. Warmte. Maar ik heb een heel leuk nieuwtje voor jou. Ik heb echt het allermooiste. Moet je er allemaal het horen. Ruud heeft dus zijn eigen fanclub al. T-shirts, alles moet er voor jou. Jij bent hartstikke populair. Oh, geweldig. Ruud, ze waren net in het publiek, waren een paar. Ze waren een t-shirt meegegeven, maar dat mocht niet. Oh. Ruud t-shirt, Ruud shampoo, alles. Oh, geweldig. Echt, vertel eens iedereen zijn rol. Ja. Wij hebben namelijk geen notie over hoe we echt niet wat er aan neer worden gegeven. Begin maar bij Willem. Ja, begin maar bij Willem. Wat rijd je af? Willem staat als een heel lieve man bij het publiek. Ja, rustig, maar wel heel lief. Altijd in de keuken. Ja. Ja. Over de meiden wordt er geklaagd dat ze nooit in de keuken te zien zijn. Oh, dat is niet helemaal. Nee. Even Willem, blijf. Bart is lief met het voor de kippen. Ze zijn mijn vriendjes. Ja, en de mijne ook. Ja, jij bent wisselvallig. Hoe wisselvallig? Ja, wisselvallig. Net zoals, nou, gisteren hebben ze een stukje uitgezonden. hebben ze laten zien, inderdaad, van het luisteren. Maar dan zeg ik van jou, hè? Ja, de Marna. Ja, echt? De Marna. Ik heb een kaart meegenomen, die mijn buren van verderop geschreven. Oh, en er staat van, doe Sabine de groeten van Henk. Van Henk, oh, Henk, schat, die krijgt de groeten terug. En jij hebt gewoon je hele lijn al, dus jij zit gewoon helemaal goed. Ja. Echt waar? Ja, t-shirt alles, ze worden gek gebeld. Oh, super. Ja, alles van En wat moeten ze uitzenden dan van hem? Ja, ik sta dus bekend op een teddybeertje gewoon. Oké. Bianca, mag ik als eerst even naar jou gaan? Ik zie je nu op de rug. En nu zie ik je goed. Bianca, jij twijfelde net over blijven of vertrekken. Wat is jouw beslissing? Ik vertrek. Jij neemt een envelop mee? Ja. Oké. Ik respecteer je beslissing. Hij komt voor ons onverwacht. Ik vraag eerst even ook aan Mona, voordat ik met u samen praat. Mona, ja? Ik heb jou nog niet in beeld. Zo? Nee, blijf maar lekker zitten zoals je zit. Wij vinden je wel. Oké. Wij vinden je wel. Wel niet ons, wij ben niet. Mona, het was een korte tijd die je had om na te denken, maar ik denk dat dat goed is. Wat is jouw beslissing? Nou, ik denk dat het bij mij vervelend niet zo onverwacht komt, maar ik ga ook weg. Jij neemt ook de envelop aan? Ja, nee, het gaat mij niet om de envelop, maar ik had die beslissing heb ik net al genomen om weg te gaan. Voordat ik jou hoorde. En had dan klopt het dus dat ik met de envelop wel jullie diepere gevoelens naar boven heb gebracht. Nee. Nou, ik zou sowieso volgens mijn tactiek volgende week vertrekken. En nu komt het een week eerder. Yo! Volk! Hi! Hallo! Wat leuk om jullie weer in het echt te zien! Ja, dat is wel geleden, hè? Hallo, kids! Hey, Maurice! Daar zijn jullie! Daar zijn jullie! Zeker? Ja. Allebei? Ja. Doe het stapje, het is een emotioneel stapje. Hoppa! Voor mij, wacht even. Daar komt het stapje. Voor het eerst in 6 weken weer buiten. Dames, succes, hè! Doei! Doe ze de groeten! Ajax! Maak ze gek! Doei! En jullie kiezen?
gang. Is het leuk? Ja. Hi. Hallo. Was jij nou dat lieve meisje? Ja, volgens jullie wel, ja. Ik was waarschijnlijk het staande meisje. Bij de tijgers. Had je een heel oude tijger van een jaar of 20. En dat was een oud omaatje van een jaar of 80. Die ging er iedere dag naar die tijger. Die zat er allemaal mee te praten, hè? Oh, wat leuk. Hij kan nou eens lekker hier, meisje. Kom nou eens hier. En die tijger die antwoordde ook van. Ja. Wat lief. Die had een jaarabonnement, weet je wel. Die ging gewoon iedere dag naar die tijger. Beetje praten zo. En die tijger kon ook helemaal bij haar staan. Oud tijgertje, een beetje helemaal versleten. Allebei oud. Ja, op sterven naar dood, want die zaten gewoon met elkaar te praten, joh. Leuk. Ja, dat voor die oude mensen is dan een houvast. Die heeft een man natuurlijk al lang niet meer. Nee. Die heeft niemand meer. Precies. Dan zoeken ze toch troost bij zo'n tijger. Ja. Lach, hè. Die brabbelt dan nog een beetje terug, hè. Voor de rest lijkt er toch niemand meer. Wat ik wel heel erg indrukwekkend vind is in de grote apenhuis, die gorilla. Ja. Nou. Die rug, jongen. Die spieren, jongen. Oh, jongen. Heb je wel eens naar die handen gekeken? Goh, daar kan ik echt een uur naar kijken met jullie, dat beest. Ja, ik ook. Er straalt zo'n kracht vanuit. Ja, Oscars, joh. Goh. Hij is echt de baas, hè. Ik ben ook in de aaphul geweest. En liepen al die kleine gorilletjes rond daar en die vrouwen. En toen kwam ineens de baas eraan. Toen stond zo'n Duitser achter me die zei... Daar is der chef persoonlijk. Dat is echt... Ja, beter kan je het niet uitdrukken, hè. Nee. Daar is die chef persoonlijk. Begin bij de apenhulde krijg je om het uur of zo, twee uur krijg je dan zo'n kerel die houdt een toespraak, een speech. En dan krijgt iedereen in de krijg een beetje brood in zijn handen. Dan komen al die aapjes. Dan komen ze op je hand zitten. Ah, mooi hoor. Daar in de apenhulde had je ook van die apen. En die kwamen echt, die waren helemaal getraind om een zakken rollen. Ja. Die zaten echt zo. Oh. En bij een kerel hadden ze dus zijn portemonnee eruit gehaald, hè? Ja, joh. Echt gewaarschuwd, hou je zakken dicht of tassen weg. Ja, ik krijg het niet terug, hoor. Godverdikke, inderdaad. Weet je wat ik nou wil gaan missen vanmiddag? Langs de lijn. Ja. Weet je wel, langs de lijn. Al die... Dat vind ik zo heerlijk, lekker in het tuintje zitten, langs de lijn aan. Pulsjes om even. Langs de lijn? Al die, die voetbalwedstrijden, weet je wel. Ja, lekker een beetje zo. Ajax, terug naar het Ajax stadion, dat is het doel wat ik scoor. Check van Gelder. Check van Gelder, ja. Kut, meid! Ga door! Zie op! Flikker nou eens een keer op die spiegel! Ik ben op de beurt, jongen! Allemaal een kaartje sturen naar Big Brother! Allemaal een kaartje sturen! De eerste stap van het masseren is het intimiderend drukken. Oefenen, baardkunst. Ja. Vier jongens en één vrouw. Krijgen we voor duurwerk, zeg maar. God. Hier,
You say love is a temple, love is a higher law. Love is a higher law, love is a temple, love is a higher law. You ask me to enter. Maar ik vind het echt ja, kloten gewoon. Het was mijn maatje en ik hield van zijn Rotterdamse humor en hij vond de gezelligheid, hè? Lekker met je kaarten zo. Ja, je moest hem even een paar dagen leren kennen, maar dat bleek toch een hele fijne vent te zijn, ja. Ik vind het jammer dat hij weg is, echt. Ja. Oude grappen, laat je niet gek maken! Ik had een goede band met Mona en een goede band met Bianca. Het waren een beetje mijn troetel knuffeltjes. Als ik me rot voelde, ging ik lekker tegenaan liggen en dan knuffelde hem wel. Met Bianca kon ik altijd heel goed dansen en we hadden wel leuke gesprekken en ja, ik mis ze wel, ja. Ze zeggen wel eens in het Frans van dire adieu en peut mourir, maar dat klopt nou wel hier. Even het vastpakken, weet je, even tegen elkaar. Ja, maar en dan hoeft helemaal niks te betekenen, maar gewoon even elkaar vast geven. Precies, weg met die hand. Ja. Het is je hoeft je niet schuldig te voelen, Ruud. Kom eens lekker tegen die teddybeer aan. Kom eens lekker tegen die teddybeer aan. We zijn weer wakker. Je denkt ook altijd aan seks, jij, hè? Als je van je vrouw houdt, hè, en je gaat hem in de bed, hè, dan komt echt liefde erbij. En die kennen elkaar zo door en dat is gewoon heel fijne seks. Jawel, maar ik kan me voorstellen dat een vrouw... Nee, luister eens. Ja, okay. Als je vreemd gaat, dan is het gewoon geil gedrag. Wat ik een van de mooiste dingen vind bij vrouwen is, als een vrouw borsten heeft en dan zie je die dat spleetje ja. Ja. Dat vind ik af en toe wel zo erotisch gewoon. Ja. En dan vooral ook als een vrouw loopt en het gaat zo lekker. Weet je wat ook mooi is? Mijn mooie tepels is ik ook mooi. In het hotel heb ik nog een wipje gemaakt met mijn vriendin. En toen ging ik uit eten met die gastvrouw. En daar heb je ook nog een wipje mee gemaakt. En dan ben ik eventjes naar de wc geweest. En ook eens flink aan mijn slurf liggen te rukken. En ik dacht, godverdikke, daar kom ik het huis in en dan kan ik helemaal niet meer met je. Ik heb een keer een vriendin gehad, zeg nou, dan zat ik 5 minuten te zuigen aan de tepels en er komt er nog niks uit, weet je wel. Wat moet eruit komen dan? Nou, die tepels moeten altijd een beetje stijf worden. Beetje ja, worden. Zo, ja. Ja. Dan doe je je werk goed. Een beetje bloeien. Zo. Ja, ja. Moet opkomen. Ja. Nou, is het ook wel eens 15, 16 jaar? Ja, 16 heb ik wel. 16, 17. Je zit 50 dagen. En dan 16 is 1 op de 3 dagen. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Mooi gemiddelde. Iets lager dan normaal. Iets. Jongen. Die jongens van tegenwoordig, één keer per week, die oude man wat meer. Ze hebben wat beter te doen. We hebben niks beters te doen. Jullie vervelen je echt, hè, hier. Patat generatie, hè. We zijn hier, het is vandaag Werelddierendag. Ik heb een shirtje aangetrokken, er staat op. Fur coats are worn by beautiful animals and ugly people. Bondjassen worden gedragen door mooie dieren en lelijke mensen. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ja. Mensen houden dieren in ere, ze verdienen het. Ik weet dat dat moeilijk is, maar probeer... Wees lief voor dieren. Ja, wees lief voor dieren. Ja. Ja. Rutte, de meeste cadeautjes heeft Bibi voor je uitgezocht. Oh god. Is dat ook nog? Ja, shit, dat ben ik ook zelfs. Ja, dat zag ik zelf. Deze maar lekker. Laten we maar even gaan. Kijk. Partykaartjes. Ah, dit is wel heel lief. Ja. Nou, ik ben dus 5 jaar geleden met mijn vriendin, terwijl mijn vriendin zwanger was, ben ik naar Cuba gegaan. En nou, je weet dat allemaal, Cuba wordt geboycott door Amerika, omdat Cuba nog steeds communistisch is. En heel veel landen mogen geen handel voeren met Cuba en daarom is er heel veel schaarste. Cuba heeft me gewoon in mijn hart geraakt. Gewoon, ik weet dat de mensen daar ook met heel weinig rond moeten komen. En misschien is deze situatie wel een beetje vergelijkbaar. En we hebben het nog veel beter als daar. En ik voel me af en toe ook hier een beetje een half Cubaan. Zo, misschien is dat wel de link die je moet leggen. De mensen daar in Cuba die maken ook van heel weinig ook nog iets. En dan kunnen ze toch nog heel blij zijn. En misschien kan je die conclusie hier ook trekken. Ik kan ook veel beter met mannen praten dan met vrouwen, jongen. Ik heb dat in die kamer ook gezegd. Ik zeg, met sommigen kan ik helemaal niet. Met Bianca hartstikke leuk.
Godverdomme. Die graaf diep, boy. Wat is het? Die graaf diep, boy. Ja. Oh ja. Wat vond je daarvan? Ja, dat is ook niet helemaal mijn type. Ja, oké, okay, maar buiten dat? Ja. Gewoon, wat vind je van het? Over het algemeen. Toen ze vanmiddag naar buiten kwam, sorry, ik moest even de schuiven en een keer te binnen. Toen ze vanmiddag naar buiten kwam, vond ik er net Pippi Lankhuis. Echt waar, met die rode schoenen, die dubbele rok en die twee staartjes zo. Ja, ja, dat is haastig. Ik weet je, ik accepteer gewoon mensen. Ja, meer misschien, ja. Ik weet niet. Ja, ik accepteer ze ook wel, alleen ja, ik kan niet de moeite nemen om al die zware gesprekken. Ik moet er niet aan denken dat ik daar 100 dagen mee op zou lopen. Ja, je moet je wel een waardel laten. Ik was gewoon bang dat er 3 gitten hier zouden zitten, waar ik een voeding zou krijgen. Ja, ik ook. Maar dat weet ik nu al. Dingen, Karin is, vind ik een leuke meid. Ja, ik vind leuk. Niks van mij. Echt een leuke vrouw. Sabine vind ik een leuke meid. Niks van mij. Die Tyra, qua fysiek. Daar hebben we het net over gehad. Precies, die vind ik hartstikke lekker wijf. Alles bedankt. Maar ja, ik ken er niks mee. Nee. Of ik zat zo, weet je wel. En dan de eerste keer schrok ik me echt helemaal de tering. Dus ik zat ze, want ik zat te praten. En ene keer, ik voel wat aan meteen. En ik kijk. Hè? Wat dan? Wat dan? Dat is echt zo, want ik had maar blote voeten, die had ik zo. En ik voel, ik denk, wat voel ik nou? Dus ik kijk, ik krijg net toch de tering. Wat bleek nou? Ik zat zo, en Bart die zat met zijn teken, zat hij zo tegen mij. Nee, ga weg! Nee, dat is niet waar. Nee, als ik lieg, dan val ik hier te plekken. Nee, ik geloof het wel. En dat is nou al 3 keer. En dat is nou al 3 keer gebeurd. Nee, ik heb helemaal niks tegen homo's. Nee. Helemaal niet. Dat zijn echt, 9 van de 10 zijn echt toffe peren, hoor. Ja, waar je echt mee kan lachen. Kijk maar naar al die kappers. Ja, dat zijn geweldige mensen. Ja. Altijd lachen, spontaan en vrolijk. Ja, en gevoelig. En een beetje vrouwelijk. Ja. Maar ik zou het dan wel willen weten, weet je wel. Ja. Ja, ik ook. Ik als zou het stel, weten. Ik noem maar iets, Bianca die zit af en toe over mijn rug te aaien of weet ik veel, dan zou ik wel op een gegeven moment willen weten van nou, hoe bedoel je dat nou? Ja. Maar had jij dat alleen of hebben die andere jongens ook dat idee? Ja, Willem was de enige die het een beetje merkte. Maar dat is van de week een keer gekomen op een avond. Toen gebeurde er ook weer iets. En prompt, Willem die hoorde dat toevallig, dus die keek toen al zo naar mij van... En ja, toen kon ik er natuurlijk niks over zeggen. Mm-mm. Maar dat was de enige die... Maar na de hand, toen zei ze wel, toen zei Maurice ook wel van... Hij zei, nou, hij zegt, ik heb er ook al een beetje zoiets opgevangen dat het... bij zichzelf dan, hè? Ja. Ik heb aan niemand een hekel. Nee. Dat ik hem alleen irriteerde aan mensen die zich irriteren. Klinkt heel stom, hoor. Ja, ja, ja. Als ik iemand zie die zich loopt te irriteren, denk ik, nou, jezus, zeg, hé... Misschien ze te zeiken. Ja, maar dan is de irritatie die diegene heeft niet altijd terecht, vond ik. Nee. Dan weet je misschien wel wie we het hebben. Over Sabine. Ja. Ik vind af en toe ook, dat ze af en toe heel erg... een beetje verwend is gewoon. Ja. Ja. Nou, ja. Ik wou het niet zeggen, maar dat wou ik vanavond nog zeggen. Ja. Toen we in het rol waren, kan ik het wel uitspugen, want... ze is gewoon een enig kind en het is gewoon een door en door verwend kwast. Ja. Dat komt af en toe naar boven, ja. En dan vind ik het nog knap trouwens, hoe ze in deze wereld staat. Nee, dit is Sabine, je doet gewoon niet de fuck. Dat is gewoon een lui varken. Ja. Beetje een mooie spleet aan hangen hier. Weet ik nog een post? Dat weet ik nog niet. Nu wacht de rest. Nee, ja, wat staat er? Oh god. Wat? Beste bewoner, vandaag arriveert u de nieuwe huisgenoot. Bereid je voor. Nee, dat meen je niet. Wikbollen. Dat meen je niet. Is normaal. Het is natuurlijk toch al een beetje oneerlijk. Ja, ik vind het ook... Ik vind het ook niet echt eerlijk, nee. Ja, diegene komt er nu in, die heeft gewoon... Maar hij zit hier gewoon 2 weken al. Ja. En we hebben al 2 weken opdrachten gedaan. Bijna. Weet je wat, als de nieuwe huisgenoot binnenkomt, hè, dan slaan we meteen helemaal in de kaart. Hé, hey, laat jij even scheet dan. Ja, precies. Oh. Ja, hey, hallo, misschien komt er een hond binnen. Hé. Hey, ja. Misschien komt er een hond binnen. Ja. Hé, hey, de nieuwe huisgenoot. Oh. Misschien komt er een koe. Dat ja, bereid je voor dat er komt eigenlijk een poesje voor binnen, hè? Oh. Dat zou leuk zijn. Oh. Weet je wat wel handig is? Ik hoef niet meer na te denken wie we weg moeten stemmen straks. Lekker zitten. Kom erbij. Oh.
kuttig. Het is hier warm. Ik zit hier echt maar 10 minuten hier te zitten. Oh, het is warm. Kijk hoe mijn scheren. Ook dat nog. Jeetje. Kut, hè? Nou. Maar ik had niet verwacht dat het dat iedereen... dat had ik niet verwacht, moet ik eerlijk zijn. Echt niet? Ik heb wel. Ja, wist ik het wel. Jij had Sabine? Ja. En Bart? En Bart. En jij had Sabine? En Bart. En jij? God, ik ook, ja. Het lijkt wel een... Het zijn 5 stemmen op Sabine en 4 op Sabine. Het lijkt wel een complot. Ja, maar is het niet. Huh? Ja, maar... Nee, het is het niet. Nee, we hebben het niet. Nee, het is geen... Maar ja, ben ik heilig van overtuigd. Dat weet ik het met u over. Ik weet zeker dat ze dit met z'n drieën hebben overlegd. Dat weet ik 100% zeker. Ja? Ja, ik weet het voor 90% zeker. Ja, maar natuurlijk. Kijk, ik zeg tegen Ruud, moet je luisteren. Ja, ik zeg, ik ga me in jullie gaan plaatsen. Bijvoorbeeld Ruud en ik zijn degene die hier met elkaar een beetje op het foto zaten ook. En er zijn er 3 die constant toch een bepaald klikje vormen. Klaar, want zo voel ik het. En die hebben alle 3 op ons waarde gestemd. Dus zou ik gewoon denken van, het is doorgestoken kaart. Klaar. Ja. En dat heb ik gewoon... Dat is ook het eerste wat ik zei. Dit is doorgestoken kaart. Ja. En wat zei ik tegen jou? Hadden ze me niet gezegd dat jullie hadden genomineerd. Toen zei ik, ik weet zeker dat hun 3 jullie waarde hebben genomineerd. Dat klopt. Ja. Zo stom, want ik heb af en toe wel... Dan zit ik zo naar Bart te kijken en denk van... Ik had dat vroeger altijd. Stom. Heb ik vroeger altijd gehad. Als ik iemand leuk vond, dan moest ik hem krijgen. En 9 van de 10 keer lukte mij dat ook dan wel. En als ik dan helemaal hard voel, ga ik moederen. Ja, dat had ik vroeger ook altijd, ja. Ik zou dan denken van, gadverdamme. Ja, gadverdamme. Ja, maar dit is anders hoor. Ja. Maar dan heb ik nog wel eens dat ik denk van, ja. Heb je nou echt dat je verliefd bent? Nee. Het is gewoon de situatie. Gewoon, ja. Ja. Dus je hebt niet zoiets van als je hier uit bent, dan ga ik wat verder. Nee, echt niet. Volgens mij hebben zij verlies op jou. Voor de time being. Nee, volgens mij hebben haar dat niet. Volgens mij hebben zij echt wel verlies op jou. Ja. Volgens mij wel. Ik zit af en toe zo te kijken of niet naar je kijkt. Ja. Kijk, ik vind hem heel lief. Maar goed, als jij van jezelf zegt, het is voor de time being. Ja. Zoals de situatie er is. Ja, precies. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind het gezellig. Ik vind het knus. En... Ja. Ik vind hem ook al leuk. Tuurlijk, ik vind hem hartstikke leuk. Maar... Gewoon voor nu, weet je. Ik laat er al achteruit zeggen. Ik ga zeker niet de hele dag naar zo'n foto zitten kijken. Donderd op, zeg. Ja, het is wel een hele mooie foto. Zullen we hem vast ophangen? Dat is... Dat is gemeen. Dit is Karin in vol ornaat. Dat is schrik trouwens zelf wel, man. Ja, dan vraag je toch om als je dat zo doet. Dat is wel mooi, geef eens. Ik vind het wel mooie foto. Wil jij hem in de keuken ophangen? Durf jij dat? Nee. We zouden hem zo moeten doen. Niet dit. Dit vind ik niet mooi van de foto. Zo. Ik vind dit niet mooi erbij. Zodat je die borst ziet. Ik vind het niet mooi behaard. Dus. Sowieso niet mooi zo behaard. Laat zien. Het zit er raar op bij hem. Laat zien me. Dit is ook hier nog niet gespierd of zo. Ja, maar dat was 3 jaar geleden. Ja, vandaar. Hij is nu pas tot volle bloei gekomen. Ja, dat blijkt. Dit is echt een ander mens, man, dan de Bart die wij kennen. Ja, in principe is de Bart gewoon helemaal niet. Nee. Het is net een etalagepop, vind ik. Nimmer vond ik zo'n thuis als het Big Brother huis. Met z'n allen op de bank, weer een avond zonder drank. John de Mol, nogmaals bedankt. Big Brother,
Big Brother. We don't bother. We don't bother, ja. Mag ik wat vragen, Tommy? Ja. Wij dames zijn een beetje nieuwsgierig naar hoe je eruit ziet. Ja, ja. Nou, je hebt zo'n lekkere stem, Tommy. Karin lijkt een nette dame, net zo een uit de reclame. Uitdagend als een babydoll, brengt Maurice zijn hoofd op hol. Speelt hier voor ons allemaal, de allergrootste van Fataal. Willem is niet om te gillen, is voor ons toch meer de stille. Sloopt zich uit de hele dag, maar je krijgt hem niet van slag. Jij bent zo gang een co-triant, de beste kok van heel het land. Na het vertrek van Sabine krijgt Bart een hart onder de riem gestoken door zijn oude dienstmakkers. Kijk eens, het heel druk met samen. Let maar op. Doe het raam open. Ja, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Stil is. Sst. Halt! Recht! Om! Met de voeten schuiven! Ares! Richten! Op plaats! Rest! Op plaats! Rust! Peloton! Geef! Ik was toen bij Pinkpop, toen met Anouk. Toen heb ik even een beetje Anouk? Rotte eieren en tomaten naartoe gegooid. Met Anouk, ja, Anouk, ja, klopt. Toen trok ze een shirtje uit. Goed vind. Ik stond gewoon tegen het hek aan. Het zat allemaal tieten. Toen zeggen ze, ja, dit zijn tieten inderdaad. Nou, toen ging ze gewoon weer verder. Kik, hè? Ja. Leuk. Nou, gaan we verder met de champagne en boodschap. Ik weet niet wat ze... werd uitgeverkoren voor een Nederlandse kalfje of zo, van de beste plaat of zo. Dan zat ze in het publiek en liep ze gewoon echt met een bierfles en het podium zo. Heel goed, heel goed. Ah, dankjewel. Beste jongens. Hallo. Echt. Echt. Heel asociaal. Echt. Ja, zo is het gewoon even zo. Wat spannend. Altijd zeker. Oh ja. Er wordt er weer wat bekend gemaakt. Je denkt naar de dagboekkamer. Oh, wat lekker, moet ik zeggen. Oh, wat lekker!
zielig. Oh. Oh. Hey. Ik ben helemaal nerveus. Jij bent de nieuwe bewoonster. Ik ben aan jullie. Jij bent de nieuwe bewoonster. Nee, ik ben Anouk. Anouk! Oh. Oh. Nou. Wil je lang eens even vastpakken, kom eens. Ah. Ik heb Anouk vast. Serieus. Kijk, ken die? Nee, ik kan het ook niet. Nee, maar ik dacht ook dat haar haar veel langer was. Maar je hoort gelijk wel dat die camera's meegaan. Ja, dat. Nieuwe. Ja, maar wat missen jullie nou het meest of mis jij nou het meest? Nou, deze dingen. Sabine. Ja, Sabine mag ik altijd zeggen. Ik mag altijd zeggen dat ik Sabine mis. En deze was je vriendin? Ja. Ah, hier in het huis, ja. Maar is het nou ook zo dat je minder eet of minder... Ja. Allemaal afgevallen. 6 kilo kwijt. Echt waar, ik wou dat ik hier zat. Ja? Is het, nou, het is wel wat anders of zo. En dan wil ik wel eens weten, wat is je relatie met Berry heen? Wat denk je? Ontdekken. Hè? Je bent er hem ontdekken. Of niet, jongens? Maar jij vraagt je af op wat voor manier? Nee. Nou weet ik het weer. Anders zou ik... Oh, dan! Nee. Ik wil een keer dat ding gebruiken. Ik wil het ook doen. Vrenger. Nou, dat kan, ja. Er liggen nog... De hele stapel hier zit moet nog even gevonden worden. Ik wil worden. Het een keer gedaan hebben. Kom, ja. Dit is bijvoorbeeld wel goed. Een keer doen. Ga je gaan. Ik hou hem wel vast. Ik ga jij maar draaien. Jezus, wat erg zeg hij. Dat is best zwaar, hè? Hey, mogen wij nog een flesje champagne? Je gaat er net lopen, je hoort gelijk de camera's, dus je weet precies eigenlijk wanneer ze je volgen. Als je omdraait in bed, dan heb je het ook. Voor jou zou het niks zijn hier. Nee. Jij hebt ruimte nodig. Ja, maar jij hebt toch ook al... Maar dat, ik had eerst zoiets van, nou, is wel leuk. En als ik nu zo hier ben, denk ik, oh nee. Ja. Ik zou binnen nota met iemand ruzie krijgen. Ja, maar de camera. Je leert het al. Noem het de camera, kijk, gaat beter. Oh ja. Als je vraagt om een flesje champagne. Ik had er namelijk 5 gekocht en ik heb er maar 2 meegenomen. Ja, precies. Anouk vraagt dringend om een flesje champagne. Kom op, jongens, even. Wees solidair. We leven 24 uur per dag met elkaar. En de kijker ziet daarvan 4,5 uur per week. Er is smakelijk champagne in de voorraad. Ja? Nog 15 minuten. Oké, dan ga ik snel de champagne. Kom op. Links. Maar wie is er echt ingegaan voor het geld? Niemand. Nee? Alleen voor de uitdaging. Ja. Nou, dat is wel oké. Het is mijn tijd over. Als je voor het geld doet, dan red je het gewoon niet. Nee, dat moet je allemaal gezegd hebben. Dus ik ben... Is jou nou daar? Nee, het is voor mij. Ik heb één andere hele speciale. Iedereen heeft een andere reden waarom die in het huis is gegaan. Ik ga gewoon door. Oké. Doei. Godverdomme. Lachen. Weet je wat ik heel leuk vond? Ze zei van ik doe eigenlijk heel weinig tv. De 5 uur show en zo en koffietijd. Dus niet. Ik doe heel weinig, maar dit vond ze heel een uitdaging. Oh! Hey! Wat is dit dan? Kijk, parachute! Ja. Mag ik even foto's maken voor jullie allemaal? Wacht even, joh. Kom even bij, even de foto. Nee, we gaan niet op de foto. Je hebt ons op de film. Foto. Inderdaad. Hé, waarom ga je niet over het hek? Sabine, wat is er aan de andere kant? Sabine doet de deur op zijn. Laat ze gewoon buiten. Doe de deur op zijn. Ik zeg even iets, hij is er zo erg. Ja, hij is er. Hij komt hier weer naar binnen. Max, joh, hij zit op het hek. Dit moet je enige. Dit is niet onze verantwoording, hè? Kijk eens. Oh shit. Hij is zijn kamer niet afgelopen. Kom op.
Hans, doe nog even een keer. Ik vind het absoluut niet leuk. Nee, de deur op slot. Hans, uit. Nee, je moet een maand misschien. Ik zo ver niet dingen hoor. Nee, die staat hier allemaal vol. Hans, het wel op, hè? Ja, dat leuk blijven. Ja, ik bedoel, hij komt hier zijn leven geven. Nee, natuurlijk niet andersom. Ik bedoel, niet bij de hand die ik op hem bedoel. Hij is wel bij het terrein. Hij komt er toch zelf hier aan heuvel, hè? We weten wat consequenties zijn. Laat het lekker weg blijven. Zie je dat? Daar. Het is een nationale helikopterdag, denk ik. Daar één, daar twee. Oh. Hé, zo lekker. Een vent in de tuin. God, hij komt binnen. Ja. Nee. Je mag hier niet binnenkomen. Hoor niet. Ik ga hem open. Dat is echt niet. Zit er in die stoel? Ja? En ik zie gewoon in één keer een kerel in de tuin lopen met een camouflage gezicht, donkere kleren met een vuilniszak op zijn rug. Maar zei die niks? Nee, hij gooit er binnen naar het. Bredaanse NAC-supporters betuigen in de duisternis hun steun aan mede-supporter Ruud. Jongens, bedankt! Nee, dat is leuk, hoor. Helemaal te gek. Ja. Chill, hè? Dat is de moeite nemen gewoon. Chill, hè? Zullen we met z'n allen gaan als we niet schrijven? Ja, zeker. Oh, dat kan ook. Ik word dus dat je persoonlijk met een microfoon in komt vertrekken, weet je wel, maar dat gaat gewoon. De jeugd van tegenwoordig is gewoon assertief. Die is gewoon, wat Rick al zit eraan, die gaat gewoon niet overal mee. Nee, hè? Nee. Toch vind ik wel leuk dat er een beetje. Er zit nou 6-7 bij elkaar. Dat je toch bepaalde verschillen krijgt. In beleving. Hou je door, dat is dat ook helemaal, jongens. Ja. Maar het valt me ook al op dat de. Ja, wij zijn dan van een oude stempel, hè? Ja. Zeg maar zeker, hè? Ja. Maar wij zijn wel de enige die iedere dag aan sporten zijn, weet je wel? Ja. Terwijl de jeugd, die wil niet meer sporten. Die wil niet meer sporten. Dat is ook weer een teken van deze tijd. Ja. In mijn tijd voetbalde iedereen. Goh. Tegenwoordig is dan mijn computer hier, computer daar. Ik weet, als wij thuis kwamen van school, dan werden de tassen... Kopje thee, van de tassen werden de goaltjes gemaakt. En dan was het gewoon voetballen tot... Tot 6 uur. Tot moeder zei van, eten! Moet je nou eens kijken op die veldjes. Helemaal niks. Niks. Ja, hommers rond. Ik ga wel eens fietsen als het regent. Dan gaat het keihard regenen en dan spring ik wel eens op mijn racefiets. Vind ik lekker. En dan denken ze van, die vindt gewoon raar. We gaan als het regent gaat die fietsen in het bos. Die zijn dus gek. En dat vind ik af en toe gewoon lekker. Lekker met de natuur. Lekker door het bos rijden. Lekker die frisse geur van het bos. En wie kijkt er dan nationaal? Nee. Ook nog eens, hè? Hè? Wie kijkt er nationaal, ja. Niemand ook meer. Ja, ik vind ook, je moet het hier het beste van maken. En dan de ene keer moet je een beetje schikken en de andere keer moet je een keer op tafel slaan. Niet klagen, maar dragen. Als je haar kunt, datgene kunt geven, dat zij denkt van hij houdt echt van me, dat is het. Ja. Dat is het. Kijk, ja. Ik heb ook wel eens een slupje gemaakt, maar ik weet zeker dat ik wel van mevrouw doe. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook eens uitgelegd wat nou verschil tussen man en vrouw is. Kijk, bij een vrouw, als ik met iemand naar bed ga, dan gaat het eerst via de hersenen, ja. Dan via de maag en dan gaat het naar de kutu. Ja. Maar je vent, die denkt met zijn pik, ja. En dan gaat het via de maag en dan naar de hersenen. Ja. Dat is het grote verschil. Wij denken echt met onze pik af en toe naar. Kijk, jij. Ja, het is, als jij een lekker wijf ziet. Het is wat primair, het is wat oers. Het is voor ons, Willem. Jawel, maar dat, hoe je het ook wendt of keert, je kunt het een vrouw niet aandoen. Want die heeft daar wel de gevoelens. Ja. En die heeft daar wel de boel... in de kop. Je kunt het ook niet uitleggen. Ik heb het ook zo vaak geprobeerd, maar ik heb het moeten opgeven. En je moet het ook niet uitleggen, want dat snappen ze toch niet. Ik ook niet. Beste dames en heren,
U ziet nu Ruud naar de schutting toe wandelen. Waar hij de groeten zal gaan doen. Waar hij de groeten zal gaan doen aan zijn lieve Wiltrude en zijn dochtertje Bibi. Daarna zal hij waarschijnlijk de groeten gaan doen aan al zijn broers en zijn zus, zijn moeder en alle mensen in café De Bommel in Breda. Het woord is nu aan. En laat mij ook weer vertellen. Oké, ik wil graag even iedereen de groetje doen en even zeggen dat ik jullie heel veel mis. Op Claudia ben ik hartstikke trots, want die maakt allemaal prachtige tekeningen en daar ben ik heel blij mee. Ik wil graag de groeten doen aan Isolde en Jasmijn, Jeroen, Bas. Ik wil de groetjes aan Petra doen. Ik hoop dat ik gauw wat van hoor. Ik heb er niet zoveel van gehoord. Groetjes aan Michael. Ik hoop dat het goed gaat bij Vicky Boys en dat het goed gaat op school. Dat hij goede cijfers haalt en ik wil even zeggen dat ik heel trots op hem ben. Opa en oma. Hi. Nou, voor de rest groetjes iedereen die ik vergeten ben. Toppertjes. Hou eens even op met dat toppertje gedoe, want dat is niks. Kato. Top. Café De Bommel, de Bijert en de Buurman. En al die stamgasten daar. Het staat er wel genoeg op. Nee. Houd toch je bek, joh. Ga even iemand anders lopen irriteren. En Dennis, wil ik wel iets meer van horen. Daar krijg ik maar hele kleine tekeningetjes van en die mogen best wat groter. Valerie, hoop ik dat ook goed meegaat. Ze schrijft hele leuke briefjes, daar moet ik heel erg om lachen. En me niet te veel missen, want mama die is zo weer thuis waarschijnlijk. Tessa, hou je taai, hou je sterk. Kunnen we dit terugzien? Jeroen en hele WB overigens en ook WW 47 en WW 46. Ik heb allemaal... Bart! Bart! Ja, blijf van me af! Ik was nog niet klaar, Bart. Ik draai iedereen warm hart toe en jongens, ik heb het goed aan mijn zin en ik probeer het vol te maken. Maak je maar geen zorgen om mij. En Tru en Bibi, ik kom eraan jongens. Dag kindertjes! Willem, je kijkt een beetje... Dag kindertjes! Tot weer ziens voor de als geen mens van je wil houden, dus we moeten bruggen bouwen. Over alle kloven heen. Slecht te zijn.